Wist je dat een Belgisch gezin gemiddeld zo'n 1716 euro aan verzekeringen uitgeeft? Voor dat geld wil je wel dat alles goed geregeld is. Daarom reizen we af naar Ranst om alles te weten te komen over verzekeringen. Ons controleorgaan FSMA heeft een aantal verplichtingen opgelegd om onze consument beter te beschermen. En ook naar de makelaar toe. Vooral de laatste tijd is het vooral digitalisatie, zowel door de makelaar als naar de klanten toe. De digitalisering was vooral voornamelijk belangrijk vorig jaar met corona. Omdat wij dus alles digitaal hebben, konden ook onze mensen van thuis uit werken. Zowel de productie als schade, alles staat op één centraal punt. Een beginnend ondernemer is het belangrijk om zijn burgeraansprakelijkheid te verzekeren. Dan hebben we nog zijn gewaarborgd inkomen. En al moet hij al eens een keer nadenken over zijn pensioen, kunnen we daar nog een pensioenverzekering gekoppeld met een overlijdensdekking voorzien. Een ondernemer die al langer bezig is, die werkt meestal met personeel, dus die sluit een verplichte arbeidsongevallenverzekering af. Maar we hebben onder andere ook nog verzekeringen, cyberverzekering, bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, overlijdensbijstandsverzekeringen enzovoort. Zij krijgen ook een jaarlijks overzicht van al hun verzekeringen, zodat zij inderdaad wel weten voor wat ze verzekerd zijn en dat die ook geoptimaliseerd worden.